Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een front ligt boven ons land en die trekt geleidelijk aan oostwaarts weg. En vanuit het westen naderen een aantal opklaringen. Maar boven Engeland ziet u alweer een volgend front klaar liggen, en daarmee krijgen we in de loop van de nacht en met name ook morgenochtend te maken. Op het actuele radarbeeld is te zien dat de buien van gisteravond en afgelopen nacht het oosten en noordoosten van het land zo langzaamaan hebben verlaten. Maar vanuit het westen naderen nieuwe buien, die trekken het land op en vanavond het land over. En dat hangt allemaal samen met een koufront. Achter het koufront is het dan tijdelijk droog, komen opklaringen voor. Maar later vanavond, zoals ik al zei, uiteindelijk ook nieuwe buien. Vanavond de opklaringen met name in de westelijke helft van het land, in het oosten nog restanten van de buien die nu aanwezig zijn boven ons land. Daarbij kan lokaal misschien nog een klap onweer voorkomen en de temperatuur ligt vanavond zo rond 16 graden. Vannacht, dan bereiken de nieuwe buien het westen van het land. Aan de kust kan er ook een klap onweerbaar voorkomen. In het noordoosten en oosten is het juist droog en daar zijn opklaringen. En in die opklaringen kan de temperatuur dalen naar zo'n 11 graden. En op plaatsen met weinig wind is ook een mistbank niet uitgesloten. Aan de kust blijft het een stuk minder koel, met een graad of 13 als minimumtemperatuur. Morgen trekken uiteindelijk in de loop van de ochtend de meeste buien oostwaarts weg. Vanuit het westen klaart het op, maar de lucht is altijd nog wel een beetje onstabiel. In de noordelijke helft van het land kan er ook in de middag nog een enkele bui vallen. De temperatuur is zo'n 16 graden in het noordwesten van het land, tot 19 graden in het zuidoosten van het land. En de wind is meestal matig uit het westen en soms vrij krachtig aan zee. De komende dagen is het vaak droog, maar een storing ligt net ten noorden van ons land, waardoor in de noordelijke helft vaak meer bewolking aanwezig is en er soms ook een buitje of een spatje regen kan vallen. Dat zien we ook terug in de temperaturen: zaterdag van noord naar zuid 18 tot 20 graden, zondag 20 tot lokaal 23 graden en ook maandag 20 tot 22 graden. Op de lange termijn dan is ook de scheiding in temperatuur goed te zien. De verschillen die we dit weekend hebben die komen dan ook in de verwachting naar voren. Met name vanaf woensdag dan is de spreiding enorm. Want de scheidslijn tussen de koele en de warme lucht komt ergens boven ons land. Misschien net ten zuiden van ons land te liggen. Zitten we in de warme lucht, dan wordt het volgende week op veel plaatsen 20, misschien lokaal zelfs wel zomerswarm met 25 graden, maar komt die scheidslijn ten zuiden of ten oosten van ons land te liggen, dan zitten we met temperaturen rond of onder de 20 graden. Op de lange termijn zien we dat die spreiding aanwezig blijft, maar dat later de bandbreedte iets minder krap wordt en dat de temperaturen zo rond 20 graden uit blijven komen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl